Welkom bij Klein. Ik heb van Samsung een Curve model bij me. Curve is nu nog betaalbaarder geworden, want hier hebben we er eentje uit de 6-serie. Het is de Samsung 48H6800. Wat levert Samsung allemaal mee wanneer je gaat voor deze prachtige Curve H6800? In dit geval 48 inch, maar hij staat ook in grotere maten. Nou, ze leveren mee uiteraard een prachtige voet. En die voet die ziet er een beetje uit als de voet van de UHD collectie. Die hebben ook dat geborstelde aluminium effect erin zitten. Nou, dit is geen UHD model, geen Ultra HD, maar normaal Full HD. Maar wel die mooie voet die ze erbij doen. Dus dat vind ik ziek van Samsung. Nou, het toestel zelf, de benodigde schroefjes om die voet te monteren zitten uiteraard bij. Ik moet eerlijk zeggen, zo'n tv komt natuurlijk echt tot z'n recht als je hem ophangt. Maar wil je hem neerzetten, voet zit in de doos. Verder vinden we in de doos, uiteraard. Een afstandsbediening, lekker groot, lekker duidelijk. Daarnaast... de infrarood repeater, dat je je afstandsbediening ook voor andere apparaten kunt gebruiken. De CI Plus houder, heel belangrijk, daar kan je CI module in, zodat je simpel gezegd je pasje van de UPC, van de Ziggo, van de Kaiway of wie dan ook, hartstikke idee, in de televisie kan doen. Dan kan je dat losse kastje, hop, met een zwieper de deur uitmikken, lekker je pasje in de tv, lekker met één afstandsbediening werken. Verder vinden we erbij natuurlijk de voedingskabel. Batterijen voor in de afstandsbediening en de verloopstukjes voor wanneer je dit toestel gaat ophangen. Dit is wat Samsung meelevert wanneer je gaat voor die H6800. De specificaties van deze Samsung H6800 die zijn, zoals we van Samsung gewend zijn, top. Het is een 6-serie model, dus niet de hoogste serie, maar dat zie je er niet aan af. Want hè, wat ik al zei, design en alles curved, helemaal dik voor elkaar. Zit een mooie voet bij. Curved scherm, wat als voordeel biedt dat je als je er recht voor zit maximale kijkervaring hebt. Maar ook wanneer je er niet recht voor zit, waar ik nu sta bijvoorbeeld, heb ik toch prachtige kleuren. Dat blauw is mooi vol, dat groen dat super, dat goud is mooi warm. Die kleuren zijn top. En normaal als je met een platte tv er schuin in kijkt, dan wordt alles flats. Als je er zo schuin in kijkt als ik nu doe. Curved tv's, echt waar, geloof me, die zijn er juist zodat je vanaf een schuine hoek beter beeld heb. Een hoop mensen denken, dan moet je recht voor zitten, anders heeft het geen nut. Dat is onzin. Juist wanneer je zo'n ding in de hoek van de camera hebt bijvoorbeeld en iedereen kijkt er vanaf een ander punt in. Allemaal even strak beeld, door dat curved. Nou, het is ook nog een keer een zuinig scherm. Hè? Energielabel A+, belangrijk hè. Let op je knip, dat je energierekeningen niet te hoog zijn. Nou, deze Samsung LED TV, die help je daar natuurlijk bij. Hij heeft 600 cmr, dus bewegingen, acties, super scherp, super vloeiend worden die weergegeven door dat cmr 600 hertz systeem wat ze erin hebben zitten. Hij heeft local dimming, dus zwarte delen kan die dimmen, kan die donkerder maken, terwijl die lichte delen oppept. Zodat je dus een mooier contrast krijgt en zwartwaardes inktzwart zijn zoals ze horen te zijn. Toestel heeft wifi, toestel heeft top geluid aan boord. 2 tweeters, elk 10 watt en een woofer van 20 watt. Dus je hebt 40 watt audio uit je tv komen. En dat is niet niks, dus voor een platte tv klinkt die subliem. Aansluitmogelijkheden, legio. Je hebt natuurlijk je HDMI poorten waar je allerlei apparaten op aan kan sluiten. Maar ook USB, om vanaf een USB stick of een mediaspeler of wat dan ook content af te spelen. En het kan die ook via wifi ontvangen vanaf bijvoorbeeld je tablet of je smartphone. Hartstikke idee, swipe het naar de tv, hij vangt het op en hij speelt het af. Nu we het toch over smart hebben, we hebben op dit toestel allerlei toeters en bellen zitten op het gebied van smart. Je hebt allerlei apps die de tv, wanneer je hem zelf in je netwerk hebt hangen thuis, gelijk gaat installeren. Netflix natuurlijk, gaaf, series, films, Pathé, Videoland, uitzending gemist van de NPO, RTL XL, RTL programma's terugkijken en SBS en Veronica Kijk programma's terugkijken. Dat en veel meer zit erop. Natuurlijk de mogelijkheid om up-to-date te blijven met de nieuwste muziek. En de best bekeken hype filmpjes, of ja, grappige filmpjes, hoe je het wil noemen. Allemaal in je hub, als je nog een pagina verder gaat. De eigen videotheek van Samsung, waar ik allemaal series en films kan huren om die te bekijken. Dus qua specs hebben wij niets te klagen. Toestel helemaal tip top voor elkaar. Uiteraard kunt u hem ook ophangen.